Hartelijk welkom, dames en heren, bij Licht op Leiden. Dit is alweer de 35e aflevering. Morgen is het Internationale Vrouwendag. En wij dachten, dan wordt het tijd voor een Leidse powervrouw. Vandaag is onze gast Ariela Native, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken. Hartelijk welkom. Dank je. Straks, dames en heren, hebben we ook natuurlijk de Leidenaar van de Week, de vaste rubriek in Licht op Leiden. En u kunt ons altijd zien op Ziggo Kanaal 46, binnenkort ook bij KPN. En dit programma wordt regelmatig herhaald op Sleutelstad. U kunt dus altijd ook nog terugkijken online. Ariela, hartelijk welkom. Ik ben erg blij dat je vandaag bij mij wil zijn om met mij te praten over jou en over je werk. We beginnen dan altijd dit programma met even toch wat te vertellen over jouzelf. Ik vertel dat niet, maar het liefst moet jij dat dan doen. Aan de hand misschien van een paar foto's die straks vanzelf langskomen. Waar kom je vandaan? Wie ben je? Geboren in Amsterdam. Toen als baby al snel verhuisd naar Israël. Vervolgens Ethiopië. Dat is deze foto. En Ethiopië? Dat zijn eigenlijk al mijn eerste herinneringen. En toen zijn we naar Nederland gegaan. Ja. Als eerste in Leiden een paar maanden. Daar woonde namelijk mijn oma en we hadden nog geen huis. En daarna vond mijn vader een baan en zijn we naar Zaandam verhuisd. En daar ben ik voor de rest opgegroeid. Daarna in Leiden weer gaan studeren. Leiden had kennelijk toch iets geraakt. Ja. Dit zijn mijn studievriendinnen uit Leiden, nog steeds mijn beste vriendinnen. Ja. En altijd in Leiden blijven hangen eigenlijk. Waarom zou je nog elders gaan? Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, ja. Je hebt in Leiden gestudeerd ook, of niet? Ja. En wat heb je gedaan? Ik ben begonnen met antropologie. Ik dacht, kan je leuk onderzoek doen in Afrikaanse landen. Maar toen was het al snel toch maar geschiedenis. En even tussendoor, wat is dit? Dit is Noorwegen. Dit is eigenlijk de enige constante in het leven. Ik ga ieder jaar een week naar Noorwegen. Ja. Dit jaar toevallig niet, want corona. Maar verder ga ik elk jaar een week helemaal stilte, bergen, langlaufen. Die kou trekt jou. Min 20, heerlijk. Oh ja. Nou, als misschien je maar goed gekleed bent, Rens. Ja, ja. Je was in Leiden, vertellen. Ja, je studie. Geschiedenis gestudeerd, uiteindelijk afgestudeerd op middeleeuwen. Nou, dat was ergens in de crisis van de jaren 80 niet zo makkelijk een baan te vinden. Toen heb ik eerst wat uitzendbaantjes gedaan en toen een opleiding tot archivaris. Dat kon je toen nog als een soort, een staatsopleiding was dat. Op de Rijksarchiefschool in Den Haag. 4 dagen werken, stage hier in Leiden en dan 1 dag naar school. 1 dag naar school? Ja, was dat. En word je dan. Wat, dat is een archiefschool, Rijksarchiefschool? Het heette toen nog de Rijksarchiefschool. Ja. Moest je een doctoraal geschiedenis of rechten hebben. Om toegelaten te worden? Om toegelaten te worden. Was ook best wel concurrentie. Ik geloof dat er 100 zoveel aanmeldingen waren voor 6 plekken. Oh. En dan. Veel werklozen toen. Ja. En dan deed je een jaar die opleiding. Was 4 dagen werken bij een archief en 1 dag naar school. Hoe is dat nu tegenwoordig met de archiefopleiding? Het is nu onderdeel van een universitaire opleiding. En de middelbare archiefschool is een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Ja. En is daar dan veel meer belangstelling voor? Net zoveel belangstelling? Of worden er ook nu nog zo weinig toegelaten? Hoe zit dat? Er worden volgens mij wel wat meer mensen opgeleid. Maar ze doen ook meer studierichtingen. Dus ze kunnen ook wat modernere informatievoorzieningen en dat soort dingen doen. Dus het is niet meer helemaal toegespitst op die openbare archieven. Had het toen ook die beperkte toelating, had dat ook te maken met het idee dat er minder aan archieven aandacht besteed werd? Of is dat? Nou, dat was inderdaad toen veel minder. Ik weet dat ik toen ik zelf naar archiefonderzoek ging doen, nou, dat was eigenlijk niet de bedoeling dat je als student een archief binnen ging. Dan belde je aan en deden ze de deur na 5 minuten zo open. Ja. En nu is het echt iets voor publiek. Ja. Dus de drukte is toegenomen? De drukte is enorm toegenomen. Belangstelling is enorm toegenomen. Internet heeft daar natuurlijk een hele grote rol in gespeeld. Ja, ja. Nog even terug naar jezelf, naar je eigen familie. Je bent getrouwd. Ja. En je hebt een zoon. Ja. En die gaat ook het archief in, of niet? Nee. Die zit op dit moment in Engeland. Dat is wel een beetje saai, want ik zie hem dus al een hele tijd niet meer. Ja. Die studeert sound design. Oh. Dus geluid voor films en muziekoptredens en zo. Is dat echt zo'n opleiding waar je echt een degelijke boterham in verdienen kan? Ik heb geen idee. Dat viel. Maar eerst ging die filosofie doen. Dus, en ik deed middeleeuwen. Dus ik had ook zoiets van, ik kan moeilijk kritiek hebben op wat hij gaat doen. Heel goed. Dank je. Ja, dat is wel leuk.
Eigenlijk moet je de kinderen ook altijd laten doen wat ze interessant vinden. Hè? Ik ben al lang blij dat hij iets gevonden heeft waar hij echt plezier in heeft. Ja. En dan gaat het meestal vanzelf, is mijn ervaring. En hoe gaat het nu met die studie van hem in Engeland? Heel veel online. Hij heeft gelukkig nog tot ergens een paar maanden geleden nog wel live dingen gehad. En daarna is het online. Ja. Ja. Maar hij kan er goed mee omgaan. Dus. Kun je nog iets vertellen over Israël-Ethiopië? Want Ethiopië is natuurlijk intrigerend dat je daar een poosje geweest bent. Ik had een Nederlandse moeder. Ja. Hoewel oorspronkelijk ook voornamelijk Nederlands-Indië. En een Israëlische vader. Ja. En mijn vader die werd uitgezonden vanuit Israël naar Ethiopië. Ja. Die hadden toen goede relaties met Haile Selassie. En, ja. En uiteindelijk ben je dus in Nederland terechtgekomen. En uiteindelijk zijn ze naar Nederland toch gegaan. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar je hebt nog wel familie ook in Israël wonen? Ja, mijn vader had een tweelingbroer en al zijn zonen wonen met familie en al nog in Israël. Ja. Dat verklaart misschien ook een beetje jouw naam die je hebt. Natief. Ja? Ja. Want jij zegt natief, in Leiden horen we ook native. Het is natief. Maar het is natief. Ja. Oké, okay. Weer wat geleerd. Ja. Betekent slingerpad. Het betekent ook nog wat. Ja. Toen ze in Ethiopië werden uitgezonden moesten ze een achternaam verzinnen. Ja. Want dan moet je ook voor het Israëlische staat, ja, dan werk je ook voor Israël, moet je ook een Israëlische naam hebben. Ja. En toen moesten ze een naam kiezen. En toen dachten ze, we hebben een kronkelig leven gehad, dus een beetje slingerpad. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Ja, dat is een mooie naam. Je hebt een heel druk werk uiteindelijk gevonden in Leiden. Daar komen we natuurlijk straks uitvoerig op terug bij Erfgoed Leiden, omstreken. Maar even, hoe ben je daar precies terechtgekomen? Ik had hier stage gelopen voor de archiefschool. Vond ik heel erg leuk. Rudy van Manen was mijn stagebegeleider. Dat was een hele goeie natuurlijk. Ja. En daarna ben ik in Rotterdam en bij het Nationaal Archief gaan werken. En toen kwam er een vacature in Leiden. En die was 8 uur minder en 2 schalen lager dan het Nationaal Archief. Maar ik vond Leiden zo leuk. Dus ik ben gegaan. Ja. Ja. Wat leuk om te horen dat je dus Leiden er altijd ingezeten heeft. Ja. En dat zal zo blijven. Ik denk het ook. Ja. We hebben intussen ook nog wat foto's van je gezien over je vrije tijdsbesteding. Je bent een periode lang lid van het bestuur van de 3 Oktobervereniging geweest. Daar heb je nogal wat verschillende dingen gedaan, hè? Ja. Vertel eens. Herdenking, optocht. Ik ben begonnen bij de evenementencommissie, als ik me goed herinner. Ja. Optocht ook, herdenking. Hier zien we. En het laatste jaar nog PR. Ja. En ik vond het allemaal leuk. Het is een fantastische manier om met heel Leiden in contact te komen. Heel veel leuke vrijwilligers die echt zich helemaal blauw werken om te zorgen dat feest er staat. Ja. En er zitten heel veel aspecten aan dat hele feest en de herdenking. De gemiddelde Leidenaar ziet meestal maar 1 of 2 aspecten. Je gaat naar de kermis en je kijkt naar de optocht en misschien ga je nog een kroeg in. Maar er wordt ook nog veel meer gedaan en dat vind ik het leuke eraan. Hier zit je in de ruststand met Cor de Graaf. Ja. Het is goed dat ik las bij de foto dat dit Cor de Graaf was. Jou had ik wel herkend hoor, moet ik zeggen. Maar Cor zag ik even niet zo snel erin. Maar jullie werken al heel lang samen dus. Ja, hij was mijn eerste stagiaire. Ja? Ja. En toen kreeg ik een functie. Ik was archiefinspecteur en dat werd toen een afdeling van 2 mensen. Nou, toen werd Cor, die nam mijn oude baan over en zo ging dat eigenlijk de hele tijd. Ja. Cor is nu jouw adjunct-directeur. Ja. Jullie zijn samen de baas van Erfgoed Leiden. Ja. Ja. En jullie doen dat collegiaal? Wij doen dat collegiaal met nog een derde MT-lid, Ike Ruiter. Die, die doet bedrijfsvoering en alles wat daarmee samenhangt. Want wat eigenlijk niet iedereen weet natuurlijk is, als het over Erfgoed Leiden gaat, heel veel Leidenaren denken, ja dat is toch het archief. Maar dat is het al lang niet meer. En daar gaan we straks verder over praten. Ja. Maar ik wil nog even van je weten, behalve 3 oktober, wat een langdurige vrije tijdsbesteding van je is geweest, heb je denk ik voor je werk ook nog wel allerlei andere plekjes waar je actief in bent, al of niet als vrijwilliger? Ja, er zit natuurlijk, ik ben tijdlid geweest van het bestuur van de branchevereniging voor archieven, daar heb ik ook mee helpen oprichten. Ik zit nu in de commissie geschiedenis en letteren van Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja. Ik vind het altijd leuk om zoiets ernaast te doen, omdat dat geeft je ook weer ideeën voor je eigen werk. En het frist wat op als je zo lang op dezelfde plek zit. Ja, precies. Ja. Ik stop even ons gesprek. Ja. Straks gaan we verder. Want ik ga nu de vaste rubriek doen. En dat is de Leidenaar van de Week, dames en heren. U bent van ons gewend dat wij elke week een Leidenaar uitroepen tot de Leidenaar van de Week. En deze week heb ik daar de volgende tekst bij. Onze prachtige binnenstad wordt elk jaar opgefleurd
met prachtige bloembakken aan de bruggen, met een beeldententoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht en met allerhande andere uitingen van creatieve geesten die de stad verlevendigen. Dat wij nu in een tijd leven die het genoegen van die toevoegingen aan de openbare ruimte nogal belemmert, dat doet niet af aan de intentie om ons allen, als het eenmaal weer een beetje beter gaat, weer eens wat extra te laten genieten van die fraaie stad Leiden. Speciaal onderdeel van dat genieten is een aantal prachtige kerkgebouwen in de stad. Natuurlijk de Pieters en de Hooglandse en de Mare en de Hartebrug. Maar vergeet ook de kleintjes niet. De Lokhorst en de Lutherse en natuurlijk het Witte Kerkje. En natuurlijk ook de Lodewijkskerk. Een juweel midden in de stad en door zijn geschiedenis en achtergrond voorzien van een bijzonder extra element om de stad te beleven. Niet alleen immers is de aanblik fraai, maar ook de klanken van het bijzondere carillon van de kerk zijn een extraatje voor de beleving. Dat carillon is, naast dat van het stadhuis, een muziekjuweeltje in de binnenstad. En dat geeft juist die extra dimensie aan hoe wij Leiden ervaren, als het weer wat meer kan. Het carillongenootschap, dat is een club gewone burgers uit de stad, die zorgt een beetje voor die klanken en voor de instrumenten. Dankzij een fundraising door het genootschap kan de Lodewijkskerk over enige tijd beschikken over een volledig opgeknapte en op moderne wijze bespeelbare bijaard. Wij vinden dat een mooi initiatief en roepen daarom een van de drijvende krachten van dat carillongenootschap uit tot Leidenaar van de Week. De grootmeester van het Leidse klokkenspel, onze Leidenaar van de Week, is Hein van Woerden. Gefeliciteerd Hein en succes met het project bij de Lodewijkskerk. Dat was Hein van Woerden, jou bekend, denk ik. Ja, heel ja. Erg. Heel duidelijk. Heel leuk dit. Dat vind je leuk? Ja, okay. Dat vind ik echt leuk. Ja. Nou, hij verdient het ook, want Hein is heel actief op allerlei fronten. En dit heeft hij samen met het Carillongenootschap toch voor elkaar gekregen. Ariela, wij vervolgen ons gesprek en we gaan wat dieper in op ELO. Ik zei net al, Leidenaren zouden zomaar kunnen zeggen, dat is toch het archief. Nou, en dat is natuurlijk niet meer waar. Nee, totaal niet. Het heet trouwens Erfgoed Leiden en Omstreken. Als ik ELO zeg, dan krijg ik straf van mijn communicatiemedewerker. En we doen inderdaad alles met erfgoed. Dus Molen de Valk hoort er tegenwoordig bij. Ja. Nou, het is toch ook een museum waar zo'n 30.000 man per jaar komen als er geen corona is. We geven adviezen over erfgoed in de ruimte, monumenten, over duurzaamheid van monumenten. We helpen bij het uitvoeren van een subsidieregeling om de stad wat mooier te maken, winkelpuien verbeteren. We geven archeologisch advies, we hebben een archeologische collectie. We hebben beeldmateriaal, we hebben bouwhistorici die overal onderzoek doen in de stad. Dus ja, er gebeurt ontzettend veel en allemaal samen proberen we het complete verhaal van Leiden en omstreken in beeld te krijgen. Ja. En dat is een werkterrein dat begon, als je even naar de foto kijkt, een poos geleden. Je ziet hier, dit is denk ik jouw begin. Ja. Het is dit helemaal het begin of werd je hier directeur? Ik denk dat ik hier directeur ben. Ik denk dat Theo hier mij de voorzittershamer overdraagt. Ja, dat is jouw voorganger, Theo Schelhaus. Wat leuk. Ja. En hoe lang is dit geleden? Nou, dat moet dan 1999 zijn. 1999, ja. Goed. Toen werd je directeur. Ja. Ja. Maar toen was alles wat je beschreef daarnet, dat was er nog niet, hè, op die manier. Nee, het was een archief en dan voor Leiden en Zoeterwoude. Ja. En wat betekent nu het woord regio? Eigenlijk... Kijk, hier staat jouw werkplek. Gebouw. Het oorspronkelijke gebouw met een uitbouw rechts. En het is allemaal veel te klein geworden, hè, inmiddels. Ja, nou ja, het is in ieder geval niet meer ingericht op wat we nu doen. Want het is ingericht als een archief in 1995. En dat klopt helemaal niet meer met wat we nu allemaal aan het doen zijn. Nee. En het volgende plaatje kunnen we misschien ook nog wat... hier. Ja, dat is dit nu de regio. Ja. Is dit jouw zorgterrein? Ja. En dan Voorschoten, die zit er nu geloof ik weer even niet bij. Maar het is niet dat we voor elke gemeente precies hetzelfde doen. Bijvoorbeeld Nieuwkoop, Kaag en Braassem doen we archieven. Oostgeest doen we geloof ik wat met archeologie.
Teilingen, Hillegom, Lisse doen we vooral archieven. Leiden-Dorp doen we ook monumenten. Dus het is een beetje wisselend wat je voor zo'n gemeente doet. Maar ze behoren wel allemaal tot het werkterrein. En dat is dus de invulling van het begrip regio. Wordt die nog groter, die regio, naar verwachting? Nou, ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen dat we in ieder geval wat meer over de grenzen ook gaan samenwerken. Met niet zozeer dat ze bij jouw regio horen, nee, als wel maar, dat er maar bijvoorbeeld ontstaan. Er zijn in ieder geval, op digitaal gebied is het, ligt het natuurlijk wel voor de hand om sommige dingen samen te doen. Nou, zie ik dus dat kleine plekje Leiden daar in het midden donker gekleurd. En mag ik zo zeggen dat in feite er sprake is van een dienstverleningsverhouding met al die andere gemeentes. Wat natuurlijk boeiend is, is hoe gaat dat dan elders in het land? Want ik heb wel eens begrepen dat de basis van jouw organisatie was dus het Leidse Archief. Ja. Maar dat is helemaal niet overal gewoon dat er een stadsarchief is of dat er een eigen archief is. Nee, dat klopt. Het staat in de archiefwet wel dat gemeenten hun archieven in goede en geordende staat moeten bewaren. Ook de ouderen dus. Maar dat kan ook een kelder in het stadhuis zijn waar nooit iemand komt. Ja, en dat is nog steeds zo? Nou, de bedoeling is toch echt dat dat overal een gemeente ergens bij een archiefdienst is aangesloten. Het lukt niet helemaal overal. Het kost natuurlijk ook geld. Ja, en heel vaak is dat dan een provinciaal archief die dat doet? Nee, dan niet helemaal. Je hebt de regionaal historische centra, heet dat tegenwoordig, in de provinciehoofdsteden. Daar zit vaak de provincie met de provinciehoofdstad samen en vaak met nog wat andere gemeenten. En bijvoorbeeld in Friesland dekt dat eigenlijk heel veel. Ja. Maar daar zit dan weer niet het gemeentearchief van Leeuwarden bij, heel grappig. Oh. Zuid-Holland heeft helemaal geen provinciaal archief. Dat zit in het Nationaal Archief. Het is eigenlijk een beetje een lappendeken. Een soepzootje. Maar dat in de oude tijd in ieder geval, dat Leiden zo'n bloeiend archief had als stad, dat was redelijk uniek. Dat was bijzonder. Er zijn wel een paar andere oude Hollandse steden die dat ook hebben. Maar dat komt omdat ze natuurlijk een enorme bloei gekend hebben en dus een enorm groot oud archief hebben. Ja. Wat ook nog eens nooit echt helemaal de lucht in is gevlogen of afgebrand. We hebben natuurlijk wel de stadhuisbrand gehad, maar toen stond het gemeentearchief er al, dus dan is het grootste deel van het archief was al weg daar. Ja. En dat betekent dat in Leiden echt een heel rijk archief is. Ja. Nu beschrijf jij net dat de organisatie dus in ieder geval in jouw periode heel erg veranderd is. Er zijn aspecten van werk bijgekomen, er was archief, er is archeologie bijgekomen. Je hebt de molen erbij mogen bekomen. Ook leuk. Ja, ook leuk. En monumenten. Ja. En de zorg voor monumenten. Ja. Dat is een beweging die vrij nieuw was in Nederland. Hè? Zo'n grote conctie van diensten. Die samenvoeging tussen monumenten, archief en archeologie, dat was eigenlijk nieuw. Ja. Er zijn later ook mensen bij ons komen kijken van ja, hoe werkt dat dan en zo. En inmiddels hebben ze bijvoorbeeld ook in Delft en ook in Den Bosch. Ja. Dus het maakt wel een beetje school, maar om al die componenten bij elkaar te krijgen, lukt toch niet altijd. En dat alles bij elkaar leidt tot een organisatie met hoeveel mensen? Zo'n 55 zeg, pak een beet. En vaak zitten er dan nog wat stagiaires en zo omheen. Kun je daar dat werk mee aan, met dat aantal? Nou, ik kan er altijd zeker zoveel gebruiken. Ja. Maar die samenwerking heeft ook allerlei producten en diensten opgeleverd die in harmonie met elkaar en in het verlengde van elkaar kunnen plaatsvinden. En dat heeft ook geleid tot een heel prestigieuze prijs voor jouw organisatie. Hè? Ja. Daar heb ik, wacht even, terug. Dit is het plaatje wat ik daarbij heb. Wat gebeurt hier? Oh, dit is nog een film voor... Dit is nooit met zijn film. Een Amerikaan die een film heeft gemaakt over Leiden. Ja, vertel eens wat dat is. Ja. Dat was een antropoloog en die heeft een film gemaakt over Leiden. Ja. Om te laten zien hoe goed je in zo'n oude stad eigenlijk op een moderne manier kan leven. Ja. Omdat het goed is voor lopen, fietsen, sociale contacten. En wij hebben hem toen uitgenodigd om dat uitgebreid te laten zien in volkenkunde. En dat kwam uiteindelijk tot op de nationale tv en weet ik veel wat. Ja, hij is nog hij terug geweest terug, om een nieuwe film te maken. Ja. Is die alweer weg? Volgens mij is hij nu alweer weg, ja. Okay. Een nieuwe film. Ja. Hebben we die al gezien? Nee, ik nog niet. Nee? Okay. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja, dit was wel heel erg leuk om te zien hoe een Amerikaan naar Leiden kijkt en hoe hij het wonen en leven in Leiden heeft ervaren. Hè?
Ja, wat het leuke is dat hij eigenlijk heel goed liet zien wat nou de meerwaarde is van zo'n oud centrum. Ja. Waar, hij kwam ergens uit zo'n plek waar alleen maar grote snelwegen zijn. Ja. En je eigenlijk alles met de auto doet. Ja. En voor hem was het dus geweldig dat je mensen op straat ontmoette. Ja. En dat er dus ook een gemeenschap ontstaat op straat. Ja. Nou, hij komt uit het land waar Leiden een belangrijke band mee heeft gehad. Ja. En zo komen we toch bij dat filmpje wat ik je straks zal laten zien. Dat is overigens jullie eigen filmpje. Je staat er zelf ook op. Leiden is natuurlijk een kerngebied geweest voor hier zien we nog even tussendoor wat je ook doet, hè? Dat is het opknappen van de winkelpuien. Ja. Daar geven we adviezen voor. En als mensen in Leiden rondlopen, dan kunnen ze echt goed zien waar dat al gebeurd is. Waar de oude puien opgeknapt worden. Leiden timmert daar natuurlijk toch behoorlijk mee aan de weg als het gaat om het opknappen van en het terugbrengen van het oude beeld. Er wordt veel gediscussieerd in Leiden over het beeld, over het stadsbeeld. Maar dit zijn mooie voorbeelden van hoe het moet. Ja, en het geeft ook echt wel een kwaliteitsimpuls aan die openbare ruimte. Als je daar rondloopt in zo'n straat, ziet hij er, en dan weet je eigenlijk niet waarom, maar hij ziet er leuker uit. Ja. Nou, en nu even naar die pilgrims. Ja. Want hoe zit het nou? Heel kort in twee zinnen en dan ga ik naar het filmpje. In twee zinnen. Pilgrims, er was een groep religieuze vluchtelingen uit Engeland. Die hebben zich in Leiden gevestigd. En een deel van die vluchtelingen is hier gebleven. En een deel is met een stel Engelsen die voor het geld moesten zorgen naar Amerika gegaan. En dat noemen ze in Amerika de Pilgrim Fathers. Ja. En daar vieren ze dan nog elk jaar Thanksgiving voor. En, we mogen geen fathers meer zeggen, begrijp ik. Nou, de helft van die lui waren toch echt geen vaders. Dus pilgrims lijkt me afdoende. Ja, zo is het. En Leiden is daar een belangrijke plaats in geweest, in hun verhaal. Vorig jaar was er het pilgrimjaar. Dat is door corona in schoonheid gestorven of overdrijf ik nu? Ik denk dat je overdrijft. Het is op een heel andere manier, heeft het vorm gekregen. Ja. En we moesten zeg maar ongeveer vlak voor de tentoonstelling in de Lakenhal openging, was het lockdown. En toen hebben we op een heel andere manier dingen moeten aanpakken. En een van die zaken was de opening. Nou, dat is normaal gesproken opening, tentoonstelling, een paar honderd mensen. En we hadden ook nog een plan om mensen een middag gratis naar de Lakenhal te kunnen laten gaan. En nu was het een livestream door de stad. En daar hebben gewoon 50.000 mensen naar gekeken. Ja, kijk aan. Ja. Dus je bereikt een heel ander publiek en een groter publiek. Ja. En een diverser publiek ook. En ook in Amerika? Ja, over de hele wereld. Dat was bizar. Dat kunnen jullie zien? Ja, je kan zien waar die mensen inloggen. Ja. Oké. Okay. Hey, en heeft het ook veel bezoek opgeleverd aan Leiden, denk je? Nou, nu niet. Nee. Want er werd niet gereisd. Dus, maar ik denk wel dat er op de langere termijn wel meer mensen komen. Ja, gaat het ook? Ja, oké. Okay. Want dat jaar is voorbij. Maar zijn er ideeën over het toch nog oppakken van oorspronkelijke ideeën die toen er moesten komen? Een paar evenementen zullen eventueel dit jaar nog plaatsvinden. Ik weet niet precies uit mijn hoofd welke. Ik weet wel dat bijvoorbeeld wij hebben een database gemaakt met al die pilgrimdocumenten. Die staat nog online. Ja. Kunnen mensen nog steeds mee aan de slag. Ja. En daar gaat het filmpje ook over, hè? Ja, volgens mij. Laten we ons maar even kijken naar het filmpje. Want dat is heel beeldend voor wat jullie gedaan hebben. Ja. Welkom bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Voor de Amerikanen is het verhaal van de pilgrims een bekend verhaal. Wat veel mensen niet weten is dat ze ook 12 jaar in Leiden hebben gewoond en hier hun sporen hebben achtergelaten. Kom mee naar binnen en we laten het u zien. Vanaf deze plek vertrokken de pilgrims in 1620 vanuit Leiden richting Amerika. Het kan bijna geen toeval zijn dat precies hier Erfgoed Leiden en Omstreken gevestigd is. Dit gebouw herbergt vele kilometers aan archiefstukken. Onder andere het Stadsarchief en het Archief van Kerken. U bent van harte welkom in de speciale Ancestor Booth, waar u onder begeleiding de online database kunt doorzoeken, korte filmpjes over het leven van de pilgrims kan bekijken en boeken kunt lezen. Wilt u de eeuwenoude originele documenten zien? Dat kan. Iedere bezoeker kan een blik werpen in onze schatkamer. We tonen u de belangrijkste stukken. Bent u een afstammeling van een Leidse pilgrim? Dan kunt u een selfie maken met een document van uw voorvader. Groepsbezoeken graag vooraf boeken via onze website. Wilt u Leiden uit 1610 ontdekken? We maakten een indrukwekkende VR-reconstructie.
Ook thuis kunt u onderzoek doen in onze archieven. U vindt alle documenten over de Pilgrims in onze online database. Wilt u meer weten over lezingen en groepsbezoeken bijvoorbeeld? Kijk op onze website. En ik kan uit ervaring getuigen van het feit dat het een bijzondere sensatie is, want dat vind ik zo mooi van zo'n instelling als van jou, dat je de stukken ook kunt zien en dat je er nou, in de meeste gevallen ook wel aan mag komen. Niet aan alles, maar sommige dingen kun je gebruiken. Ja. En je kunt onderzoek doen, maar ook de gewone nieuwsgierigheid naar je familie, dat kun je allemaal uitvieren in zo'n instelling. En bovendien is er ongelooflijk veel online te vinden, hè? Want dat is natuurlijk prachtig. Nou, dat is nu natuurlijk wel een bonus, dat er een hoop online te vinden is, zolang we dicht moeten zijn. Maar inderdaad, iedereen kan erheen. Het is voor iedereen. We krijgen ook veel schoolklassen en die laat ik ook altijd het depot in gaan, omdat ik wil dat ze die sensatie voelen. Ja. Dat je hier een stuk hebt van gewoon 400-500 jaar oud en dat je daar gewoon aan mag komen. Nou wil ik heel graag, want de tijd spoedt voort natuurlijk, wil ik heel graag even snel een paar foto's laten zien. En dan ga ik zo, want dat vind ik zo prachtig mooi filmpje wat jullie hier hebben. Kijk, hier. Ah, dit is die prijs waar ik het eigenlijk net al over had. Ja. Dat is een heel prestigieuze prijs. Vertel eens wat daar gebeurt. Ja, die wordt één keer per jaar uitgereikt. De BNG Bank Erfgoedprijs. Ja. Aan een gemeente die goed met erfgoed omgaat. En je moet er echt wel wat voor doen. Je moet je erfgoed goed op orde hebben, zeg maar. Ja. En dit jaar, 2018, kregen we niet alleen die prijs uitgereikt, maar ook nog de publieksprijs, want er is ook nog een publieksprijs daarbij. Dus waren we heel erg blij mee. Het is een hele leuke erkenning. Ja. Nou, hier zie je wat er gebeurd is met het geld, denk ik. Ja, ja, klopt. Daar hebben we een filmpje van. Volgende week, dames en heren, zit Ton Kolbeck hier weer. En die ontvangt dan Ingrid Mank en Vivian Wesseling. Dat is een Leids zang- en verhaalduo die heel erg lang op de toneel hebben gestaan. En zij hebben nu net een nieuwe single gemaakt. Het is wat het is. En dat gaat over het coronajaar. Het zijn twee Leidse dames die bekend zijn geworden ook als de mama's aan de poort. Hartelijk dank voor uw aandacht deze week. En ik hoop dat u morgen een fijne Internationale Vrouwendag kunt vieren. Dankjewel, Arielle. Dankjewel.